Hele goedemiddag allemaal. Hoi. Donderdag 18 augustus 2022. En er is weer een Diabetes Plus Insta Live op de donderdagmiddag. Omdat ik het dacht, terug van vakantie. Ik hoop dat jullie allemaal of nog lekker van vakantie aan het genieten zijn. Of een hele fijne vakantie hebben gehad in ieder geval. Jongens, we moeten het even gaan hebben over de petitie. De petitie die Sam is gestart. Over keuzevrijheid voor insuline voor type 1 diabetes. Dat zit natuurlijk allemaal vast aan een groter idee wat onze overheid heeft over modernisering van de geneesmiddelenwet en vergoedingssysteem, vooral daarover. Dat gaat ook ons type 1'ers zou dat kunnen gaan raken. En daarom is Sam een petitie gestart en die loopt hartstikke goed. Maar daar kunnen nog wat stemmen bij. Dus we dachten, we gaan even vragen hoe Sam ervoor staat en hoe het met hem gaat. Dus ik ga hem nu in de... dat zoveel van jullie al met ons meekijken. Lekker hè jongens, dat het weer even iets minder warm is dan dat het de afgelopen tijd is. Hey Sam! Hey. Ja, oh, hey. Ja. Ik moet even kijken, want volgens mij zien de mensen mij nu niet meer in beeld. Dus dan word je ook niet heel... Nee. Ja, kijk, zo is je goed toch? Gaan, hè? Ik heb vakantie gehad. Dan moet even inkomen. Je bent het afgeleerd. Yes. Hey Sam, hartstikke fijn dat je er bent en dat je op zo'n korte termijn op onze uitnodiging bent ingegaan. Absoluut. Want voor dit onderwerp is het nodig, hè? Niet nodig. Nou, super dat je zo flexibel daarin bent geweest. Want ik kwam terug van vakantie. En ik had het er met Cas ook over. En die zei, hey, die modernisering van de geneesmiddelenvergoedingssysteem. Ja. Jij bent daar een petitie voor gestart. En als het namelijk doorgaat, jongens, want we weten hoe politiek werkt, dan moet het na de zomervakantie, eigenlijk op Prinsjesdag, gaat dit dan gepresenteerd worden. Hè? Ja, dat deze. Yes. Sam, kan je alsnog heel even meenemen welke veranderingen eraan zitten te komen en waar vooral jij je petitie bent gestart? Laten we het bij jouzelf houden. Waarom ben jij deze petitie gestart? Precies, nee. Het idee kwam eigenlijk dat ik eigenlijk jullie post zag van de petitie die jullie deelden. En, of nee, dat was ervoor. Was ervoor. Ik zag een nieuwsartikel over deze plannen. En toen had ik zoiets van, ja, hier moet ik wat mee doen. Maar toen had ik eigenlijk zoiets van, ja, ik ben niet degene die deze informatie heeft, dus laat ik me maar wat meer op de achtergrond houden. Petitielink aangemaakt voor het geval dat. Even kijken, hoor je mij nog? Welke wifi is het? Ja, we zijn er weer volgens mij, toch? We zijn er weer, gelukkig. Top. Yes. Ik ben er weer, top. Nee. Ik had dat nieuwsartikel gezien en toen had ik zoiets van, ik moet hier wat mee. De petitie wel aangemaakt, maar toen later toch maar wat meer afzijdig houden, omdat ik zoiets had van, ja, ik weet niet alle ins en outs, dus laat ik me daar niet aan belanden. En toen had ik een tijdje niks met die petitielink gedaan en toen had Loes mij van Diabetes Plus een berichtje gestuurd van, ja, mogen wij het delen? Toen had ik zoiets, ja, prima, doe het maar, dan kijken we wel wat het gaat doen. Toen had ik even niet gekeken. Toen eind van de dag kreeg ik allemaal appjes van, ah, Sam, goed dat je dit bent gestart. En toen zaten we ineens al op 1000 handtekeningen. Dat ik zoiets had van, oh, dit speelt dus wel meer dan ik had verwacht. Yes. En toen ging het echt als een malle. En toen zat ik weer helemaal in de drive van mijn fietsactie. Ik dacht, iedereen bericht, iedereen. Nou zitten we op meer dan 30.000 handtekeningen. Dat is bizar. Dat is echt bizar. Hartstikke goed ook. Want de plannen zijn, hè, Sam, en daarom ben je hem ook gestart, denk ik, dat het mogelijk is dat wij als type 1'ers niet meer zonder bijbetaling gebruik kunnen maken van de insuline die wij nu gebruiken. Precies. Het plan is nu inderdaad dat er één basisvariant wordt vergoed, die wat schijnt dat voor iedereen goed werkt. Maar ja, jij en ik weten allebei, ik bedoel, je kan daar niet één lijn in trekken. En je hoort nu van alle kanten verhalen van, ja, er wordt wel goed over nagedacht. Dus laten we het eerst afwachten wat er gaat komen. Maar ik sprak net toevallig met Mohammed van de PvdA. En die had ook zoiets van, ja, als er één keer door is, dan is het veel moeilijker om het weer terug te draaien dan het voorkomen. Dus ja, het is nu echt het moment om in actie te komen en er wat tegen te doen. Om ons te laten horen. Ja. En vooral ook de stem van ons type 1'ers te laten horen.
Laten we ook vooral even, want deze hele modernisering van het model gaat natuurlijk niet alleen over type 1 en niet alleen Nee. over diabetes. Het gaat over iedereen die medicatie gebruikt. En wat ze willen is dus dat er, wat jij heel mooi aangeeft, Sam, dat er één generiek middel komt waar iedereen maar gebruik van moet maken. Wil Precies. je wat anders gebruiken, dan zouden we daar tot €250 per jaar voorbij moeten gaan betalen. En dat komt dan ook nog Bovenop. bovenop. Onze tot €385, hè? Die Precies, die we in ook al januari moeten al kwijt betalen. zijn. Dus ja. Yes. Ja. Ja. Hey, jij bent de petitie gestart en je zei het net al een beetje zo van ja, ik moet mijn stem en ik wil er iets van. Ik kom in de actie. We hebben dat toen met Diabetes Plus, je zei al, Loes vroeg mag te plaatsen, is het aangewakkerd. Ja. 30.000 keer, meer dan 30.000 Meer dan, keer ja. is die al getekend. En je zei ook heel mooi, je hebt net contact gehad met de Partij van de Arbeid. Want hoe wordt daar vanuit Den Haag op gereageerd, Sam? Ja, heel wisselend, want en ik hoorde net ook, inderdaad, de plannen zijn eigenlijk best wel vaag gehouden. Het is wel besproken en het is wel aangekaart, maar het is eigenlijk nooit echt iets concreets naar buiten gekomen en nog steeds niet. En daarom hebben we ook wel echt twee partijen van de ene partij laat zich wel horen, de andere partij laat zich niet horen, omdat we dus gewoon nog niet heel veel weten. Maar je hoort inderdaad daardoor ook wel heel veel verhalen vanuit Den Haag, dat mensen achter de petitie staan en sowieso die 30.000 handtekeningen zeggen zij ook, ja, dat is bizar, dat gebeurt niet iedere dag bij een petitie. Dus dat laat wel zien dat het in ieder geval speelt en dat ja, er gewoon meer duidelijkheid moet komen. Kijk, dat het helemaal wordt voorkomen, daar geloof ik ook niet in. En dat is denk ik ook niet haalbaar. Maar er moet meer een middenweg komen van hoe het voor de patiënt en de behandelaar overzichtelijk blijft, in plaats van één lijn erin trekken. Yes. Waar je nu zegt, en daar schrik ik altijd wel van, want volgens mij gaat het daar altijd ook een beetje over. Het lijkt wel of het bewust vaag wordt gehouden. Want wij krijgen ook terecht vragen bij Diabetes Plus, maar waar gaat het nou precies over? En dat Precies. hele precieze, ik ben er ook aan het induiken, jongens. Dat hele precieze is ontzettend lastig om het duidelijk te krijgen. Maar zelfs, hoor ik jou nu zeggen, zelfs Politiek Den Haag weet het dus niet helemaal Nee, precies. en Mohammed inderdaad van de PvdA, die heeft ook Kamervragen er voor het zomerreces over gevraagd. Alleen ja, zelfs dan is er niet een duidelijk antwoord. En ja, we weten dus eigenlijk ook niet hoe dat straks gaat moeten voor mensen met een kleine portemonnee, want die moeten dus dan ook nog dat gaan betalen. En daar hebben ze gewoon geen antwoord op. Dus het komt op mij over alsof er toch niet goed over na is gedacht. En dat het meer is, inderdaad, we moeten bezuinigen, dan doen we het wel daarop. Want, Ik noem het daarop. Yes. ja. Ik denk dat we allemaal van mening zijn, en Sam, dat zal je ook, de gezondheidszorg moet betaalbaar blijven. Het moet Absoluut, vooral absoluut. voor iedereen toegankelijk blijven. Maar het feit dat zorgverzekeraars gaan bepalen welke medicatie, welke insuline ik ga gebruiken, in plaats van dat ik dat zelf samen met mijn arts beslis, Ja. is natuurlijk, dat is wel echt niet te doen, natuurlijk. Nee, en helemaal in een land als Nederland, denk ik, van, ik bedoel, ja, ik bedoel, luister ook naar deze mensen die inderdaad die angst hebben. En misschien uiteindelijk blijkt het inderdaad wel, hè, dat het kan. Ik bedoel, ik heb die informatie allemaal niet. Maar ja, als we 30.000 mensen nu al angstig en boos zijn op deze plannen, dan denk ik, volgens mij gaat er dan wat mis, denk ik toch. Yes, Ja. yes. Wat we natuurlijk ook al hebben gezien, en Sam, dat was natuurlijk met het insulinepreferentiebeleid. Je kan ook niet zomaar iedereen op een ander merk of op een ander insuline overzetten. Het werkt Precies, gewoon niet. we hebben het dit jaar al gezien. Je hoort heel veel verhalen. Helemaal nu die petitie inderdaad in Hart van Nederland is gekomen, Editie NL. Ja, mijn DM's zijn echt volgestroomd met mensen die inderdaad ervaringsverhalen hebben dat het gewoon niet werkt. Dat een bepaald insuline gewoon niet werkt voor hun. Of dat ze 3 maanden hebben moeten wennen en dat het dan redelijk werkt. Maar die 3 maanden, ja, ik bedoel, jij weet ook, je bent hartstikke druk. Je werkt vaak fulltime. Dan kan je dat er niet bij hebben. Ik bedoel, diabetes is al een fulltime job. En als je dan dit er ook nog bij krijgt. Ja, het is niet realistisch, vind ik. Het is, Nee. En dan denk ik ook, Sam, dan hebben we het over bezuinigingen. En dat er Ja. bezuinigd moet worden, lieve mensen, nogmaals, zorg moet voor iedereen toegankelijk blijven. Maar je betekent wel dat je nu een verschil gaat krijgen in mensen die het dus makkelijk kunnen betalen, Sam. Die kunnen maar van alles gebruik blijven maken. En de grote groep die dat dus niet kan betalen, die zijn maar afhankelijk van wat er voor hun besloten gaat worden, los van of dat het juiste middel is, ja of nee. Precies, ja. En, ja, ik heb het meerdere keren in de tv-uitzending al proberen te krijgen. Maar ze vroegen me dan bijvoorbeeld in het interview van, ja, wil je Enskuips ook nog zelf wat vragen? En dan had ik
als vraag van jou, zou je het heroverwegen als jij zelf iemand kent met diabetes type 1 of als je het zelf hebt, want dan beleef je het heel anders. Ik denk niet als jij dit soort plannen bedenkt of laat uitvoeren, en hij is natuurlijk niet als enige, hè, dat begrijp ik Nee. ook. Maar ik denk echt dat je daar anders over na gaat denken als je het zelf hebt of als je een familielid hebt met diabetes type 1. Ik denk echt dat dat wel, Yes. ja, ik denk dat hij anders niet deze beslissing had gemaakt. Nee, dan komen we ook een beetje. Ik bedoel, het starten van een petitie, die gaan bij mij ook weer allemaal natuurlijk ook naar sensorvergoeding. Hè. Daar Ja. hebben Loes en Henrietta zich ook gigantisch voor ingezet. We zijn toen ook met elkaar naar Den Haag gegaan. Het blijkt maar weer, Sam, hoe weinig begrepen wordt wat type 1 diabetes eigenlijk is, hè? En wat voor een struggle het dag in, dag uit is. Ja. Ja, en aan de ene kant heb ik altijd zoiets van, ja, ik kan ze ook niet kwalijk nemen, want 2,5 jaar geleden, toen ik nog geen diabetes type 1 had, dan wist ik het ook niet. Dan had ik ook zoiets, nou, die mensen hebben een pomp, toch? Wat zeuren ze nou? Maar ja, als je het dan toch zelf hebt, of je kent iemand met diabetes type 1, dan ja, ga je er toch anders mee om of zo. Maar ja, dat verwacht je toch ook wel met mensen in Den Haag, dat die met die mensen in contact gaan, of dat die inderdaad na sensorvergoeding nou wel eens weten wat er in ons omgaat. Want, ik bedoel, het is niet de eerste keer dat we inderdaad in Den Haag staan. Nee, Nee. dat is, ik doe natuurlijk ook waarom we Diabetes Plus zijn gestart, maar ook waarom jij je zo zichtbaar maakt met al zoveel van jullie hè, die nu ook meekijken. Maar het is echt belangrijk, jongens, dat we onze stem laten horen. Precies. Hey, je zei net al, je hebt contact met Mohammed van de Partij van de Arbeid gehad. Wat kunnen zij doen? Wat hebben zij van ons nodig, Sam? Ja, nou, in principe hoef je voor een petitie niet die 40.000 handtekeningen te hebben om het bespreekbaar te maken. Maar er wordt nu toch wel geadviseerd van, omdat we al zo goed bezig zijn, die 40.000 handtekeningen staat wel stevig, omdat het dan verplicht bespreekbaar gemaakt moet worden. En anders is het van, nou, we nemen het aan en we leggen het op de stapel en we kijken het nog wel een keertje na. En met die 40.000 moeten ze het bespreekbaar maken. En dan is bijvoorbeeld zo'n Mohammed ook het eerste aanspreekpunt die er dan tegenin gaat en onze punten meeneemt. En dat heeft hij net ook echt wel benadrukt, van als die 40.000 binnen zijn, dan is er gewoon veel meer mogelijk in Den Haag. Ook omdat er meerdere Kamerleden dus achter staan van verschillende partijen. Dus we hebben echt wel iets in handen wat kans heeft. We hebben alleen nog dus dat laatste zetje nodig. Yes. We zijn nog lang niet uitgepraat hoor. Nee. We gaan nog een paar keer de oproep doen. Lieve Precies. mensen, niet alleen als het jezelf aangaat, maar gaat het je buurman aan? Gaat het iemand van school? Gaat het een bekende aan? Teken alsjeblieft de petitie. Sam, kan jij nog even noemen hoe de petitie heet en waar mensen het kunnen vinden? Ja, het kan via zelfinsulinekiezen.petities.nl. En nou ja, het is echt gewoon minder dan 1 minuut werk. Dus het is echt, aan de tijd ligt het niet. Dus, Yes. Nee, en je kan hem ook heel makkelijk googlen, mensen. Als je in Google petitie zelf insuline kiezen, dan kom je er ook. ja. Het wil dus zeggen dat hoe meer bij onze stem, hoe meer mensen jouw petitie ondertekenen, Sam, hoe ook meer nou, aandacht we er in Den Haag voor Precies. kunnen vragen. Yes. Precies. Ja, En klopt helemaal. En het is de media ook, kijk, die hebben natuurlijk, ja, jij weet ook hoe het gaat met diabetes type 1. Het is een wonder als je in de media komt. En het is meestal met de extreme verhalen dat het wel lukt. Dus daarom was ik eigenlijk ook wel verbaasd dat het deze keer zo goed ging. Want ik bedoel, ja, het is nou niet een heel spannend verhaal wat we hebben. En helemaal omdat het ook zo vaag is. Maar toch hebben die nu ook inderdaad gezegd van, als we het gaan aandragen in Den Haag, de petitie, dan zijn zij er ook weer bij. Dus ja, die aandacht ja. hebben we sowieso al. Dus dat zegt ook Yes. wel wat, denk ik. Nou, ik denk ook, Sam, dat het groter is dan nu natuurlijk die modernisering weer van het insuline geneesmiddelenvergoedingssysteem. Het is ook een beetje hoe ons hele zorgverzekeringsstel en onze hele zorg eruit ziet. En het is ook een beetje Ja. steeds, hè, als we het over type 1 hebben, what's next? Want gisteren las ik ook weer in de krant dat we misschien ook geen eens meer kunnen kiezen naar welke arts, naar welk ziekenhuis we willen. Precies, Wat ik mij las dat het. Ik ook. als type 1er ook zo van, joh, de beste zorg. Niet iedereen krijgt de CGM vergoed. Zorgverzekeraar gaat dus op basis van kosten bepalen welke insuline ik en jij moeten gaan gebruiken. Terwijl we allemaal weten dat type 1 diabetes maatwerk is.
Dat willen ze dan om te gaan bezuinigen, want ze willen 140 miljoen gaan bezuinigen. Ja. Hè? En dan gaat het over alle geneesmiddelen, mensen, dus niet alleen over insuline. Maar ja, ook wij gebruiken, wij type 1'ers zijn daar een klein stukje van. Maar ik denk ook bezuinigen. Jij weet ook, zelfs als ik, Sam, als geen ander. Als ik op een nieuwe insuline gezet word, stel ik ga nu naar de apotheek en die zegt: nee, dat hebben we natuurlijk al meegemaakt met insulinepreferentiebeleid. Nee, mevrouw Wits, u krijgt deze insuline niet meer mee. Moet ik lullen als brugman om überhaupt van die apotheker, hoezo niet? Ja, dat zijn de nieuwe regels. Dan hang ik 3 kwartier met mijn diabetesverpleegkundige aan de lijn. Dan moet mijn arts een medische indicatie gaan schrijven als we vinden dat het echt moet blijven. Al die kosten, ik sta in ieder geval al 3 kwartier ook stennis te maken bij de apotheek, waarin andere mensen ook niet geholpen kunnen worden. Precies. Dus. Ja, het is gewoon allemaal zo omslachtig. En uiteindelijk, ja, je moet gewoon weer vechten voor gewoon iets wat je nodig hebt. Ik bedoel, het is niet iets wat we zelf hebben gewild. Ik bedoel, het is, ja, het is echt. Nee. Ja, en dat bij de apotheek inderdaad zeuren om je insuline maar te krijgen. Ik bedoel, ik heb het ook nog steeds, omdat ik natuurlijk die Medtronic-pomp heb, kom je dan wat makkelijker mee weg of zo. Omdat dat nog als enige getest is, zoiets. Ja, het is gewoon zo onnodig en zo vermoeiend ook. Ik bedoel, nee. Nee, want ook een tijdje werd voor deze petitie die jij bent gestart gedacht, ja, dat gaat alleen maar over bepaalde Ja. langwerkende en zo. Maar het gaat ook over sommige kortwerkende insulines. Dus het wil helemaal niet zeggen dat alle snelwerkende insulines die wij in onze insulinepomp gebruiken, wat dan altijd een medische indicatie was, dat dat ook vanzelfsprekend is dat wij die mogen blijven gebruiken in onze insulinepomp. Nee, maar zo hoor je inderdaad wel meer. En dat bedoelde ik ook echt wel met die twee kampen. Er zijn heel veel mensen ook nog die er toch van uitgaan. Nee, van ja, bezuinigingen zijn nodig. Want dan straks toch die CGM-sensoren. Dan worden die wel vergoed omdat er meer geld is. Ja, jij weet ook hoe dat gaat. Ik bedoel, als het wordt bezuinigd, dan is het niet zo van dan gaat het daar wel heen. Ik bedoel, dat staat daar, denk ik, los van. En dat is ook Nee, wat je inderdaad. Ja. dat staat helemaal los van elkaar. Het is niet zo, jongens, want anders hadden we wellicht een andere discussie gehad. Als we nou gaan bezuinigen op insuline, dan wordt wel de CGM vergoed. Zo werkt het gewoon niet. Zo Nee. werkt het niet. Nee. En het is ook een beetje een principe kwestie. Althans, dat is, zo voel ik het. Correct me als jij er anders over denkt, hoor, Sam. Nee, Maar eens. als wij als patiënten en als mijn behandelteam niet meer in charge zijn om te zeggen en om te beslissen wat goed voor mij is. Maar dat een zorgverzekeraar gaat bepalen wat daar gebeurt. Die moeten van alles veel weten. So don't get me wrong. En ik ben ook niet boos of gefrustreerd op ze. Maar als mijn arts aangeeft in gesprek met mij: Wietske, jij moet deze insuline gebruiken. En ik zou die alleen maar kunnen gebruiken als ik daar zelf ook voor ga bijbetalen. Ja. En nu ben ik in de gelukkige omstandigheden, lieve mensen, dat ik het kan betalen. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet komen. Dus. Kunnen. Dus dan krijgen we een tweedeling in de zorg, Sam, waarvan ik Precies. denk, waar Dat zijn we moet je in niet willen. hemelsnaam mee bezig? Dat moet je niet willen en dat moet ook niet, zou ook niet moeten kunnen mogen, toch in Nederland, zou je denken. En wat mij dan inderdaad wel frustreert, en op zich is het inderdaad voor mij voor de rest ook een principe kwestie, maar. Ja, dat bijvoorbeeld zo'n partij als de Diabetesvereniging Nederland zich eigenlijk nog heel erg afzijdig heeft gehouden in deze hele discussie. Met meerdere keren ook mails, dus ook van Kamerleden inderdaad, want daar hebben ze dus wel weer veel contact mee vanuit mijzelf. En die zeggen gewoon van ja, het is een privéactie, dus wij delen het niet. En dan denk ik wel van ja, tuurlijk, het is een privéactie vanuit mij opgezet, maar ik bedoel, als zij nou ook nog even het steentje bij, ik bedoel, dat is toch wel de partij die het voor ons. Ook moet opnemen, denk ik. En die ook weer een groot ander netwerk hebben, die misschien toch die laatste 10.000 handtekeningen kunnen regelen. Ja, ik hoor wat je zegt. Je bedoelt van jongens, Als we allemaal nou ons steentje bij gaan dragen, ik bedoel, we hebben allemaal. En ik snap dat in principe bij hun inderdaad niet die privéacties zijn, omdat dat niet hun focus is. Dat snap ik helemaal. Ik bedoel, dat hebben wij met Stichting Don, dat hebben jullie met Diabetes Plus ook. Je maakt daar regels in. Maar dit is veel meer dan een privéactie. Ik bedoel, dit gaat straks zoveel mensen aan. En met zo'n consequentie zeg je eigenlijk weer van als het straks er is, dan maken we ons wel hard. En Yes. nu. Ja, en weet je wat het probleem is, mensen?
Als we nu niks doen, als wij niet met z'n allen die petitie van Sam ondertekenen, als wij niet met z'n allen daarin straks ons eerlijke verhaal van vertellen, dan krijgen wij op Prinsjesdag, dat is de tweede week van september, te horen dat dit er doorheen is. En dan hebben we niks meer daarover te vinden eigenlijk. Want dan hebben we het maar te slikken als zoete koek. En natuurlijk, zorg moet betaalbaar blijven. Maar het gaat erover dat je ook. In een rijk land als Nederland, dat de regels moeten kloppen. Dat mijn arts die ervoor heeft gestudeerd, die ik, en die haal ik het even bij mezelf, Sam, dan kan ik niks fout zeggen, hè? Maar ik die al 40 jaar type 1 heeft, ik weet als geen ander hoe mijn lijf werkt en welke insuline ik daarvoor nodig heb, dat dan zelfs je daar niet meer de optimale keus of de vrije keus krijgt om te kiezen welke insuline het beste bij mij past. Precies, ja. Het Ja, is zo bizar. we krijgen natuurlijk ook te horen, Sam, dat ja, maar je mag het wel gaan gebruiken hoor, niet? Je mag het wel gaan gebruiken. Je moet er alleen lekker voorbij gaan betalen. En daar gaat het bij mij fout. Want ik denk, ja, oké, ik kan het betalen, maar heel veel andere mensen dus niet. Ja, maar dan nog toch, ik bedoel, al kan jij het wel betalen, dan is het toch alsnog bizar dat je voor iets wat je echt nodig moet, ik bedoel, als wij het niet nemen, dan heb je een paar dagen en dan gaat het fout. Ik bedoel, ja. Weet je, zonder insuline, dat roep ik altijd, maar wat is voor jou de beste uitvinding als het over type 1 diabetes gaat? Dan begin ik altijd maar bij de insuline, want zonder insuline zijn we hartstikke dood binnen 3 dagen, dus dat is Ja. nogal makkelijk. Ja, maar zo is het uiteindelijk Daar. wel, toch? Ik bedoel, ja, ik bedoel, we kunnen het leuker maken dan het is, maar we hebben het gewoon nodig. We hebben het ermee te doen. Yes. En dan. En het is niet zo makkelijk, want ze zeggen ja, andere insulines hebben dezelfde werkbare stoffen. Maar we weten uit het insulinepreferentiebeleid dat iedereen anders op welke soort, dat het niet alleen maar is, u krijgt een ander doosje paracetamol of zo. Precies, ja. Het doet ook iets met ons. Het geeft zenuwen bij een hele grote groep mensen. Ja. Als het voor ons al lastig is om het helemaal te snappen, Sam, dan denk ik, hoe lastig moet het zijn voor mensen die niet in het type 1 wereldje werken, weet je? Ja. En alle stress, en wij weten zelf, hè, de 42 factoren die onze bloedsuikers beïnvloeden, Ja. alle stress die dat ook weer met zich meebrengt, maar ook de belasting van de zorg van onze diabetesverpleegkundigen en artsen, waar weer zoveel vragen terecht gaan komen. Ook. Ja. Ja, en die zitten nu inderdaad ook al van ja, goed. Maar zij krijgen inderdaad straks weer de vragen. En Den Haag heeft het straks bedacht. En dan we zijn er klaar mee. Volgende project. Ja, en ik vind ja. En het is ook gewoon net na zendstofvergoeding. Hè? Ik bedoel, dat is nog niet eens rond. En we zitten alweer op het volgende probleem. Dus het is ook gewoon. Ja. Het is niet dat ze er niet van af weten. Ik bedoel, ze weten echt heus wel wat er allemaal speelt hier. Dat geloof ik Ja, wel. en dat maakt me ook wel een beetje bang, Sam. En daarin ook onze principeacties natuurlijk ook. Ja. Natuurlijk kunnen we dit allemaal over ons heen laten gaan en ons er niet mee bemoeien. Maar we weten wat voor een impact dit gaat hebben op heel veel mensen. Wisselen van insuline is niet zomaar iets wat je doet. Maar ook, wat wordt het volgende wat ze voor ons gaan beslissen, weet je? En als nu goede beslissingen worden genomen, jongens, oké. Maar luister in ieder geval naar de mensen met type 1 over wie het gaat. Precies. Luister naar ze en luister naar de behandelaar. Die daar iets zinnigs, oprecht iets zinnigs over hebben te zeggen. Ja, nee, precies dat inderdaad. Dus ik hoop gewoon echt dat we die 40.000 handtekeningen gaan halen en dat er in ieder geval naar geluisterd wordt. Kijk, wat ik net ook al zei, ik geloof niet dat het plan helemaal van tafel wordt gehaald. Maar ik hoop Nee. dan gewoon nu alsnog dat er in ieder geval goed over nagedacht wordt en dat er in ieder geval een middenweg gezocht gaat worden, zodat het voor ons ook haalbaar is. En dat inderdaad die behandelaar dus meegenomen gaat worden in dit hele proces, want volgens mij is die er nog helemaal niet bij betrokken nu. Nee, joh. En er zijn al jongens, LinkedIn is natuurlijk geen social media platform, maar is wel een platform waarin ook behandelteams en sommige artsen zich echt heel erg tegen dit beleid ook uitspreken. Ja. Sam, ik zie ook, er komen allemaal vragen voorbij, mensen. Ik zie het, Super ik tof. zie het. Ik zie je, maar hoeveel handtekeningen heb je inmiddels? We zitten nu net over de 30.000. Oké. Okay. Nog een kleine 10.000 te gaan, dus dat moet lukken, hè?
Het Dat moet moet je haalbaar zijn. doen. Zonder de media-aandacht hadden we ook al 10.000 handtekeningen opgehaald. Met de post van jullie en van Stichting Doen. En van alle mensen met diabetes type 1. Dus het moet gewoon haalbaar zijn. Dat iedereen het nog één keer gaat delen of het zelf gaat ondertekenen of wat dan ook. Dan, ja. Deel het, lieve mensen, deel deze petitie van Sam. Wil je nog één keer de website noemen, Sam? Zelfinsulinekiezen.petities.nl. .nl. Deel hem in je eigen netwerk. Vraag mensen, ik merk dat het bij mij heel erg gaat. Jongens, ik vraag jullie niet vaak om me te helpen. Maar dit is zo'n belangrijk onderwerp. Dit gaat over insuline. Dit gaat over gepaste zorg. Dit gaat over preventief werken. Dit gaat hoe meer we wisselingen en insuline gedoe voorkomen, hoe beter ik kan functioneren, jongens, in het dagelijks bestaan. Dus doe het voor mij. Doe het voor al die 120.000 andere type 1'ers. Deel alsjeblieft deze petitie van Sam en laten we met elkaar over die 40.000 komen. En dan horen ze, ah top, Esther, ik ben zo een teammeeting Top, en ga iedereen fantastisch. vragen om te tekenen. Daar hebben we wat aan, jongens. Het gaat over jou, het gaat over mij, het gaat over 120.000 mensen met type 1 diabetes. Maar ook in een groter bestand, het gaat over iedereen die medicatie gebruikt. Ja. Bezuinigen op medicatie, het moet soms en het kan soms, maar insuline kan echt niet. Dat is een basisvoorwaarde voor een goed en gezond bestaan voor ons allen. Dus jongens, deel de petitie. Sam, dankjewel. Hou ons op de hoogte, hè? Ga ik doen. Hou En ons op de jullie ook weer bedankt voor de inzet al eerder en nu ook weer. Ik bedoel, het is uiteindelijk iets wat ons allemaal aangaat. En ik denk dat dit nu even een belangrijke doel is en dat we onze eigen doelen nu even aan de kant moeten zetten. En even moeten denken aan de mensen waar we dagelijks voor werken. waarvoor we het doen. Voor Ja. iedereen met type 1 diabetes. Dankjewel, Precies. Sam. Lieve mensen, nogmaals, deel de petitie. Jullie heeft geschreven, er staat op mijn story. Diabetes Plus, kan ik zo'n pb sturen? Natuurlijk kan dat. Die lezen wij absoluut. Deel de petitie in het geheel. En Sam, dank voor je inzet die jij hiervoor laat doen. En weet, lieve mensen, Diabetes Plus en Sam hebben een kort lijntje ook met Stichting Don. Dus we houden jullie absoluut over op de hoogte. En mocht je naar Den Haag geroepen worden, dan bel je me Ik even. bel je. Sam? Ik ga het doen. Dankjewel. En deel de petitie, lieve mensen. Sam, tot snel, hè. Fijne middag. Doeg. Doei.